Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw maximaal toegestaande gewicht? 3500 kilogram. 35. Als mensen een camper kopen, kijken ze vaak naar het interieur, wat zo'n camper kost. Maar gewicht wordt vaak niet op gelet. En als ze dan de camper al hebben aangeschaft, ja, dan komt vaak het probleem van de overgewicht. Ik heb deze leeg gewogen. Ja? Toen kwam die op 32,80. Ja. Leeg. Ja. Of er nog niks in, hè? Nog geen gasflessen, geen thuis, helemaal niks. Waar ik hem eigenlijk een beetje aan stoor, is dat het Rijksdienst voor het Wegverkeer daar aan meewerkt. Want eigenlijk moet je wel snappen dat als je deze camper leeg op de weegschaal zet, weegt hij al 3200, 3250. Dan heb je maar 250 kilo wat je mee mag nemen. Dat kan nooit uit. Moderne uitgebreide campers zitten zo geregeld tegen het maximaal toegestane gewicht voor rijbewijs B aan. Maar het kan ook anders, getuige dit al meer dan 40 jaar oude model. Veel te weinig. Ik ben slank. Ja, heel slank. Ik zit op 2130, dus... Ja, keurig, maar is die al gevuld? Is hij gevuld, ja. Alles ook nog? Ja. Hij loopt op gas, G4, en hij gebruikt zo 1 op 7 ongeveer. Dat is tamelijk zuinig en dan ook nog eens gas heeft ook nog eens een keer minimaal uitstoot, hè? Ja, en belastingvrij. Dus ja, dat is mooi meegenomen. Dat is lachen? Dat is lachen, ja. Nou, wij hebben een soort... weddenschap gehouden van, krijgen we de 10 of 20 of 50. Maar ik weet het niet, maar ik denk dat we er een paar honderd gehad hebben intussen. Stop,